U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Een wisselend bewolkte dag waarbij vooral de wolken toch wel vaak de overhand hadden en dat had ook zo zijn weerslag op de temperatuur. Gisteren gingen we nog uit van maxima tegen de 29 graden in het oosten van het land. Daar komt niet veel van terecht, want met een beetje geluk zitten we nog in de buurt van de 25. Maar zelfs dat is vaak heel moeilijk. Dat heeft alles te maken met de hoeveelheid bewolking. Die wolken die trokken vanuit het zuiden over het land en schermden de zon heel aardig af. En de wolken brachten niet alleen dus die zonafschermers mee, maar zorgden. Er ook voor dat er van tijd tot tijd een lichte bui viel. Nou, er komt nog veel meer aan. Boven Frankrijk ligt gewoon heel veel bewolking klaar. En die bewolking die trekt geleidelijk aan over het land. Nou, de buien die daaronder zitten, die zijn steeds actiever aan het worden. En dat betekent voor vanavond dat we toch rekening moeten houden met een paar stevige regen- en onweersbuien. Er is ook kans op hagel. In de avond liggen de temperaturen rond 20 graden. In de nacht zakt het kwik naar zo'n 16 graden. Blijft dus erg zacht. En er blijven ook nog steeds een paar buien vallen. Laat in de nacht klaart het in het zuidwesten van het land wat meer op, wordt het droger en daar zou de temperatuur dan ook iets lager kunnen uitpakken. Morgen beginnen we met zonneschijn en op veel plaatsen droog weer, maar in de loop van de dag opnieuw een opleving in de buigheid en dan is de kans op onweer opnieuw aanwezig en kan het ook opnieuw hagelen. 21 tot 24 graden wordt het op de Waddeneilanden is de graad of 20 en de wind waait uit het zuiden tot zuidwesten matig tot vrijkrachtig vrijkrachtig windkracht 5 bij zee. Dan de Langere termijn. We kijken vooruit naar het weekeinde. Uh, vrijdag hebben we te maken met vaak droog weer en een enkele bui. Zaterdag is de buienkans weer wat groter en zondag weer wat kleiner. Deze dagen liggen de maximum temperaturen rond of net iets onder de 20 graden. En dat houden we eigenlijk de dagen daarna ook vast. Wat we wel zien is dat de onzekerheid in de temperatuur vrij groot wordt. Niet ongebruikelijk voor deze periode, maar wel iets om vast te stellen. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl